Maar hij geeft mij het gevoel dat het een echt is. Die lijnvoering, de spanning die die lijnen uh, met zich meebrengen. Het is werkelijk een, uh, een hele bijzondere uh, ad. En dat op een onwaarschijnlijke plek, hier op een antiek marktje in Noord. Bekker kocht de ads van een andere verzamelaar, maar liet hem nooit checken op echtheid. Want hij heeft en één duidelijke hint: hier staat dan Rembrandt. En hij is een man van gevoel. Dat die... Zo een gevoel bij je opwekken: van ja, dat is het. En dat gevoel krijg je hierbij. Tenminste, ik. Als het echt is, is het bijzonder, ja, denk ik wel. Zou u zoiets willen hebben? Nee, nee. Nee, het is dus niet aan mij besteed. Maar weet u wat het is? Er is zo verschrikkelijk veel valse kunst in omloop. Daarom hebben wij ook een foto van de ETS naar het Rijksmuseum opgestuurd. Zij kunnen nog ontkennen, nog bevestigen of het een echte Rembrandt is. Maar ze zeggen wel dat de eigenaar altijd langs mag komen om het te laten checken. Degene die hem koopt kan mee naar het Rijksmuseum dan? Ja, prima. En dat is misschien wel nodig, want de oplettende kijker had het misschien al gezien. De Eds is gesigneerd met Rembrandt met een T. Terwijl Rembrandt toch echt met DT is. Kan dat een hint zijn dat hij vervals is, of was het een foutje van de grote meester? Geen idee, geen idee. Gisteren doet missen, dus ik laat me daar niet over uit. Echt of niet, de Ads gaat sowieso onder de hamer met een startbedrag van 1 luttele euro. En ik ben zo nieuwsgierig wat het gaat opbrengen: of het voor een tientje weggaat, of dat het uh, uiteindelijk 500 of misschien wel duizend opbrengt.